Inwoners van de Nijmeegse wijk Hazekamp maken zich hard om de theeschenkerij die vroeger in het Goffertpark stond te herbouwen. Om hun plan te kunnen realiseren hebben zij een stichting opgericht. Architect Koos van Lid heeft hiervoor een bouwtekening gemaakt die inmiddels is goedgekeurd. De stichting streeft daarna om in 2017 te beginnen met de bouw van de horecagelegenheid. De meest waarschijnlijke locatie voor de theeschenkerij is ten zuiden van de slotenmaker de Bruïneweg, de hoogte van de Steinweglaan. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.